door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren van de wereld. Weet je? En ja, maar zo is het eigenlijk begonnen. Ja, ik dacht van oké. Dus dit is kennelijk iets wat iemand normaal vindt om te zeggen tegen mijn moeder. Ze ziet er niet uit als dat beeld, dus hoe komt dit? Wat is er gaande? Homeopathy. A medicine in which dosages of a particular substance are administered to a sick person in a very targeted manner which, if given in large quantities to healthy persons, would actually cause the symptoms of the disease. Homeopathy was developed at the end of the 18th century by C.F.S. Hahnemann introduced, as an alternative to the tradi. Toen belde ik een vriendin van mij op toen de tijd. Ik zei van, hey, er is dus net dit en dit, dit gebeurd. Dit moeten we verder uitpakken. Hoe gaan we dat doen? Toen hadden we een heel plan bedacht. Een soort van tentoonstelling bij MC Theater. We gaan een campagne doen op straat. We gaan een nieuwe tijdslijn maken. We gaan een nieuwe dag oproepen. En toen ben ik terechtgekomen in een soort van clubje van mensen die er ook mee bezig waren. Een aantal meetings gehad toen de tijd. Wat nu het Volkshotel is bij Wieboudstraat daar. En wat dan gaande is dat je begint met 20 mensen. En dan bij de volgende meeting zijn het er 15. En bij de volgende meeting zijn het er 11. En dan daarna zijn het er 8. En op een gegeven moment zit je daar met z'n tweetjes. En denk je van oké, en nu wat? Wat dan gaande is dat je begint met 20 mensen en dan bij de volgende meeting zijn het er 15 en bij de volgende meeting zijn het er 11 en dan daarna zijn het er 8 en dan op een gegeven moment zit je daar met z'n tweetjes en denk je van oké, en nu wat? En in diezelfde periode was ik ook bezig met performance dichter bij slampoetje kampioenschappen. En in Utrecht was ik tot de finale gekomen van de U-Slam. En de avond daarvoor dacht ik van hey, ik ga gewoon iets doen. En dit was op 1 juni zou dat plaatsvinden. En toen op 1 juni, de avond daarvoor, zat ik thuis en ik heb een pizzadoos gepakt. En daarin heb ik een beetje tekeningetjes gemaakt van oké, Zwarte Piet is, ik weet niet. En gaandeweg kwam Zwarte Piet het racisme, heb ik uitgesneden en toen met schoolbordverf van de HEMA op een zeemansgrijs t-shirt gespoten. Dat was hem. Zo simpel ging het. En de volgende dag stond ik daar bij die performance en ik begon met een paar gedichten die waren helemaal gewoon, die sloegen nergens op. En bij mijn laatste gedicht dacht ik van, ik ga beginnen over mijn t-shirt. En toen had ik alle argumenten in dat stuk gezet. En het was fascinerend. Want de eerste 30 seconden van mijn optreden zag je iedereen in de zaal echt kijken van, wat heeft hij aan? Wat is dit?
Ook omdat het 1 juni is. En meestal zijn dit soort gesprekken gewoon eind van het jaar dingen. Niet midden in de zomer. Dus iedereen vond dat ook gewoon heel raar. En waarom doe je dat bij een poëzieavond? Wat schaamde. En het was geweldig. En de dag daarna was ik bij een conferentie bij de UvA, genaamd Technologies of Belonging. En daar kwam ik dus een vriendin van mij tegen, Bel. En die zei van, ik wil dat shirt ook. En eigenlijk zo is het begonnen, want zij heeft haar shirt op Facebook gegooid en gezegd van, hey, the revolution is begun. Who wants a shirt? Go to Quincy. Dat is eigenlijk de start. En ik vond het heel lastig in eerste instantie. Ook met wie geef je zo'n shirt en hoe ga je ermee om en hoe portretteer je mensen. Ook omdat het aspect van gevaar zit er gewoon ook in. Je wil niet dat iemand met zo'n shirt rondloopt en hem niet de argumenten paraat heeft om te kunnen vertellen waarom het zo is. En gaandeweg merk je eigenlijk dat het niet helemaal nodig is om die mensen die argumenten te geven. Je kan gewoon mensen vragen van waarom is het niet racistisch. Dat is dus het ding, want wat er dan gebeurde is dan opeens ben je bekend en dan wil iedereen je spreken. Maar dan willen ze je niet spreken omwille wat je zegt, maar dan willen ze spreken omwille van spektakel. Zie. En dat vond ik niet leuk. En het Paul Witteman ding, het ging niet eens over mij, het ging gewoon over Henk Westbroek. En dat hij zo tekeer ging. En dat maakt het zo voor heel veel mensen fascinerend. Van wat gebeurt er hier nou? Zie. Maar wat dus, waar ik dus wel door, ik was gebeld door Paul Witteman om nog een keer terug te komen. Want in mijn eerste optreden had ik het over de Bosmanwet. En André Bosman, die is een VVD-Kamerlid en die zit ook in de commissie voor Koninkrijkszaken en from the color photographs. I did it with like a high sensitivity towards the, like sometimes a red and a blue come out the same color in a black and white photograph. So they're highly sensitized translations. And I think what I'm trying to do is also try to understand abstraction from its root, American root. I'm also trying to like pose some questions for it. So these, each painting posed a different kind of like question as to how to do it. But this painting is one of my favorite. This is Joan Mitchell, and you know, as a cliche, everyone has this image of Jackson Pollock throwing his paint and stuff like that. But the most violent painting of these 12 painters is this painting. And I saw photographs of her painting in it, and the painting was actually like hanging about this high. So I realized she's a little shorter than I am, and I realized she couldn't reach the top of the painting. See. All the painting that happens like in the guts of the painting. It's like her guts are right here. Is a, I think, particularly 20th century art has really amplified the aspect of the performative nature of art. The first thing that we did was the black, and what was really great was by just doing the black, you could actually realize this incredible gracefulness that Pollock had when he put the paint down. He was such, he was like a dancer when he just like do these incredible beautiful gestures, and then what happened is
abstract expressionists were representational artists working abstractly. And I had always thought that I'm an abstract artist working representationally. Because on the one hand, I'm talking about copies and copies being good, but as a maker of art, if someone copied my work, it happened recently. Someone was saying that they were the maker of my art, and I was like, what? What is this? And they were selling it for like 1,200 euros. I was like, no way. Yeah. What's going on here? And in that sense, the creation of a copy is destructive and is not towards a fundamental understanding of how do we come together and how do we share the understandings of the world that we have. Because on the one hand, I'm talking about copies and copies being good, but as a maker of art, if someone copied my work, it happened recently. Someone was saying that they were the maker of my art, and I was like, what? What is this? And they were selling it for like 1,200 euros. I was like, no way. Yeah. What's going on here? And in that sense, the creation of a copy is destructive and is not towards a fundamental understanding of how do we come together and how do we share the understandings of the world that we have. Because on the one hand, I'm talking about copies and copies being good, but as a maker of art, if someone copied my work, it happened recently. Someone was saying that they were the maker of my art, and I was like, what? What is this? And they were selling it for like 1,200 euros. I was like, no way. Yeah. What's going on here? And in that sense, the creation of a copy is destructive and is not towards a fundamental understanding of how do we come together and how do we share the understandings of the world that we have.